Volgende week dan kunnen we lokaal misschien een hittegolf tegemoet gaan. Er komt flink wat warme lucht van het Noord-Afrika onze kant op. Maar tegelijkertijd zorgt een hoge drukgebied in onze buurt er juist ook voor dat we te maken krijgen met stabiel weer. Dus de afgelopen dagen zagen we vaak warm weer, afgesloten met flinke regen- en onweersbuien. Maar dat lijkt de komende periode niet te gebeuren. Dat begint eigenlijk al vanaf zaterdag. In het zuidoosten van het land kan de temperatuur dan al voor het eerst in de buurt van de 25 graden uitkomen. Misschien er al overheen. Ja, vanaf zondag te verwachten eigenlijk op de meeste plaatsen al temperaturen tussen de 25 en 30 graden. En na het weekend stijgt vervolgens het kwik verder door. Met zelfs in het binnenland temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En er zijn berekeningen die zelfs nog wat hoger gaan. Maar die hebben nog niet het meest waarschijnlijke kans verslagen. Verwacht jij in het hele land een hittegolf? Nou, de kans op een regionale hittegolf, dus een hittegolf ergens in het land, en waarschijnlijk is dat de grootste kans daarop is in het oosten of zuidoosten van het land, is momenteel 60%. We hebben het over een landelijke hittegolf, dus het voorkomen van een hittegolf in de beeld. Die kans is momenteel 25%. Bij warm weer wordt altijd deze vraag gesteld. Welk cijfer krijgt het barbecue hier wat jou betreft? Ja, dat is per persoon natuurlijk verschillend. Misschien is het zelfs te heet om te gaan barbecuen en is het juist lekkerder om met een koud biertje bij het zwembad te gaan zitten. Maar goed, hou je inderdaad van barbecuen, dan is het cijfer wel hoog.